Why did we forget? Fuck! Ik heb Snapchat en daar ben ik heel erg actief op. Dit is mijn Snapchat, dus volg mij als je dat wil. Smash zeker een like op deze video, a.k.a. S.O. Nathan E.C. Dan gaan wij beginnen. Ja, ik begon over Snapchat en dat was niet zonder reden, dat was met een reden, namelijk ik ga vandaag weer snaps van YouTubers nadoen. Fucking leuk. En het leuke aan snaps van YouTubers nadoen is dat elke YouTuber heeft een aparte stijl van snappen. Dus de ene filmt zeg maar gewoon wat hij doet en zegt dan, nou ik sta nu in de Albert Heijn en dit is super leuk en fantastisch. En de ander doet dat ook, maar dan leuk. En sommige YouTubers maken echt hele verhaaltjes ervan en sommige doen dat niet. Kortom, YouTubers zijn of on point op een level of niet. En vandaag ga ik Snapchats van YouTubers nadoen. Dat is mijn plan. Let's go. Ik heb een aantal snaps van YouTubers. Toepers verzameld. Nou ja, dat wordt natuurlijk super fantastisch. Helemaal geweldig. We gaan ga er even naar kijken. Yep, yep. We beginnen met een goede snap van onze grote vriendinnen Sophie en Jami. Nou, daar gaan we. Jami, haar uitspraak is niet zo goed. Dus ze zegt net... Ze zegt, ja, voor mijn Sweet 18 wil ik wel even Renal als mijn sponsor. Ik zeg Renal, wat is dat? Ja, oké. Okay, let's go, right? Yep. De eerste snap die ik eventjes ga nadoen is van een duo, een tweetal. Het is niet één persoon, maar het zijn twee personen. Ik heb zoals altijd weer kleren en spullen en alles. De eerste snap die ik ga nadoen is van, zoals ik al zei, Sophie en Jami. Nou ja, ze hebben onwijs veel lol hier ook. Ik weet niet wat ik zeg maar hiermee moet, wat ik aan moet met deze. Wat ik wel weet is dat Jami hier volgens mij een rok aan heeft. Deze rok is zeker van de partij. En een soort van roze jasje. Nou is dit helemaal fantastisch natuurlijk. Nou zitten ze met z'n tweeën in de trein. En nou ben ik natuurlijk in mijn eentje. Dus ik ga eventjes iemand vragen om mij te helpen. Wederom is het is niemand minder dan... Hello, motherfucker. Oké, okay. Ben jij zeg maar, stel dat ik jou zou vragen om een rok aan te doen. Zou je dat dan doen... Even hypothetisch. Ja, oké. Kan ik wel handelen. Oeh. Wow. Dat gaat niet passen, denk ik. Jawel, joh. Straks scheurt hij. Look at him go, man. Die hier, hè? Nee. Oké, nee, maar ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Nou ja, outfit onderdeel nummer 2. Die kan er gewoon overheen. Ik ben Quint gewoon even aan het stylen hier, maar is prima. Met Jami of niet? Ja, jij bent Jami vandaag. Dat heeft verder niks met afkomst of zo te maken, maar dat is gewoon willekeurig, weet je. Dus, wow. Man. I'm ready to business the fuck out of you. Shit, man. Chick jasjes hebben de knoop andersom, hè? Echt? Ik was helemaal mindfucked even. Oké, we moeten dit doen. Jami en Sophie zitten in de trein. Wij hebben hier geen trein, dus we gaan maar gewoon ergens gewoon hier zitten, denk ik. Heb een idee. Want het moet gewoon een raam zijn. Ja. Hier is een raam. Oké, goed plan. Gaan we dan gewoon dit raam doen? Of dat raam? Dat raam of dat raam? Deze lijkt beter door het licht. Ja, maar die is te hoog, man. Die is te hoog. Ik was dit bijna vergeten. Kijk eens aan. This is for you, special for you. There you go. Dankjewel. Very nice. Wow, you looking fine, Tarzan. Oké, gaan we zitten. We hebben toch gekozen om dit raam te doen. Want ja, even realisme staat natuurlijk voorop in deze video. Plakken al die haren altijd aan je face. Naar, helemaal naar. Goed zo, perfect. Het is toch creepy as fuck als je hier lijkt wat niet zit. Oké, het is aan mij nu de taak om het te gaan filmen op een Snapchat-achtige wijze. Nou, ik heb mijn telefoon niet hier, wacht even. Oh, daar is die camera. Hallo camera. Je dacht dat ik een chick was, hè? Nee, het is Quinten. Funny stuff, mate. Oké, het is tijd om even wat tekst aan ons hoofd te gaan leren. Wat? Ja, we gaan er ook gewoon maar één doen hoor. Ik ga het niet allebei, ben ik gek in mijn hoofd. Ze zegt ja, voor mijn Sweet 18 wil ik wel even Renal als mijn sponsor. Oké, dat wordt hem. Maar moet ik zitten naar voren of naar achter mijn hoofd? Zo? Naar achter. Voor mijn Sweet 18 wil ik wel even Renal als mijn sponsor. En mijn sponsor moet ik... Ik zeg Renal, wat is dat? Oké, dus even een doorloopje mensen, even een test. Ze zegt, voor Sweet 18 wil ik Renal als sponsor. Wow, het is echt major moeilijk. Kijk, weet je wat het is? Jij moet je even beseffen. Eerst ga je zeg maar zo lachen. Naar voren. En als ik sponsor heb gezegd, dan moet je pas naar achter. En dan blijf je gewoon de hele tijd naar achter. Oké, klaar voor? Klaar voor! Ja! Harder! Ze zegt, voor mijn Sweet 18 wil ik wel Renal als mijn sponsor. Ik zeg Renal, wat is dat?
Nou, maar nog een keer. Ze zegt ja, ze zegt, voor ja, mijn Sweet 18 wil ik wel even Renault als mijn sponsor. Ik zeg Renault, wat is dat? Nee, ik moet nog sneller. Ze zegt ja, voor mijn Sweet 18 wil ik wel even Renault als mijn sponsor. Ik zeg Renault, wat is dat? Ja! Yeah! Oké, de volgende is de volgende snap is van niemand minder dan de koning van Snapchat. In ieder geval, zo noemt hij zichzelf namelijk Snapking. Tim, what up, bro? Oké, we gaan ervoor. In de huis. On my way. Naar huis. Vanuit Dammie. Amsterdam. Vanuit Dammie. Loop Amsterdam, man. Oké. De volgende snap is van Snapking samen met Joey Bravo. Nou, hier is mijn enige echte Joey Bravo weer. Ja hoor, Quinterpol, a.k.a. De imitator van iedereen. Hey. I'm Joey Bravo. Oké, wil jij zeg maar, ik ben wel even, ik ben Tim wel even. En jij bent dan Joey. Is Tim? Ja. Oké. En jij bent Joey Bravo. Wat betekent dat jij moet even, heb jij een zwarte jas? Nee hè? Dat is ook veel te warm voor je jas. Wacht, ik heb een zwart vest. Ja, goed. Yes. Die is voor jou. Oké, jij bent redelijk set nu zo gewoon. Oké. Ik heb gewoon een pet nodig. Nou, laat ik nou toevallig ook een pet op hebben. En een witte hoedje. Ja, ik dacht dat die grijs was. Ik doe gewoon deze. Kijk, ik heb gewoon mijn enige echte limited edition baller trui shit dingen toch keihard en zo. Ja. Waar fix jij die scooter dan? Ja, kijk. We hebben zomaar geen scooter, dus ik dacht, we doen gewoon de fiets. Ja, is goed. Ben jij op de fiets? Ik ben niet op de fiets. Daar staat de fiets. Alright, keiharde baller trui. Sick. Oké, heeft de capuchon op zijn hoofd. Oké, we moeten even de tekst leren. Oké, hij zegt eerst nu naar huis. Naar huis. Nu naar huis. On my way. Naar huis. Vanuit Dammie. Amsterdam. Vanuit Dammie gewerkt, man. Love Amsterdam, man. Oké, nou zeg maar 1000 repetities binnen hebben we maar besloten dat die dusdanig moeilijk is dat we het maar gewoon gaan doen. Dus we gaan gewoon naar buiten en we doen het gewoon 10 keer en dan zien we wel. Oké, welkom bij de verticale Kelvin. Sorry dat we even verticaal moeten filmen, maar het is tijd om dit te gaan doen op mijn telefoontje. Ik ga er gewoon achterop zitten, oké? En dan gaan we gewoon rondjes fietsen. Oh, dit is wel goed, hoor. Oké. Komt-ie, ja? Okay. Naar huis, nu naar huis, man. On my way. Amsterdam. Vanuit. Nee, wat zegt hij? Shit, hebben we er vanuit Dammie? Ja, vanuit Dammie zegt hij. Naar huis. Nu naar huis, man. On my way. Vanuit Dammie. Sorry, ik kan echt slecht. En dan moet jij zeggen Amsterdam. Oké. Klaar voor? Naar huis. Nu naar huis. On my way. Vanuit Dammie. Amsterdam, man. Naar Dammie gewerkt, man. Amsterdam, man. Sowieso. Oké, we doen het nog eenmaal. Huis. Nu naar huis. On my way. Naar huis. Vanuit Dammie. Amsterdam. Vanuit Dammie gewerkt. Amsterdam, man. Yeah, man. Oké, het heeft even geduurd, maar hij is accuraat, hij is goed. Zo warm in het vest, man. De volgende snap is van mijn grote vriendin. Dat betekende verder niks. Monica en ik zitten op een bepaald level met elkaar en dat is helemaal prima en zo. Ik bedoel, we zijn gewoon matties en we gooien gewoon modder naar elkaar of ze dat willen toch en shit. Nee, oké, nou ja, klaar dan maar. Ik ga je snap kijken nu. Monica, yes. Het mooie eraan vind ik ook gewoon, aan het eind van de snap lachen ze zichzelf ook gewoon uit. Dus als ik nu lach is het niet meer erg, want ze doet het zelf ook al. So I got myself covered, man. Oké, dit wordt leuk. Oké, deze is van een vrouwelijke YouTuber genaamd Monica Geuze. Die samen met haar vriendinnetje in de auto zit en dan dus blijkbaar lekker aan het playback is. Nou ja, dat wordt natuurlijk helemaal fantastisch. Ik heb hier een jonge man bij mij. Quinten, op basis van zeg maar de uiterlijke kenmerken van Monica Geuze, stel ik voor dat jij Monica bent vandaag. Dreams come true, man. Yeah, man. Dus je mag je pruikje weer pakken. Dan pak ik mijn blonde pruik even, dan doe ik dat groene shirt even aan en dan zijn we ready to go, oké. Monica, als je dit ziet, ik denk niet echt dat je er zo uitziet. Nee, niet? Oké, nou, ik dacht, ik doe maar even dit. Wow, sick. I don't know what the fuck I'm doing. Je moet wel even zorgen dat je niet die nippel sensort. Oh, kut, de auto is natuurlijk weg. Nou, dan moeten we het maar even hier doen, donker of zo. Broer je met de riemen die we hebben? Ik wil even een blonde pruik hebben, hier al. Vrie, of niet? Oké, meet Monica en Kelvin. A.k.a. de blonde vriendin van. Oké, waar gaan we zitten dan? Ga maar daar zitten. Ik hoef niks te doen. Jij moet de tekst kennen. Fuck, man. Jij moet de tekst kennen. I'm not into this shit. Oh, dit is pittig. Ik ga... Succes, Quinten! Welke track is dit? Qua timing hoeven we ons niet druk te maken nu in ieder geval. Dat is gewoon een liedje, snap je? Ja. Yeah. Ik heb een minder leuke mededeling. Snapchat heeft die filter niet meer. Shit. Dat je met twee mensen dat kan doen. We doen gewoon een andere. We doen gewoon. Er is nog wel iets met bloemetjes, toch? Deze. Ja. Doen we deze. Oké, Quinten heeft de lyrics opgezocht. We gaan het even doen. We gaan even rappen, Monica. Yeah. You ain't got shit on us, man. Yeah, we gonna do this. Oké, let's go. DJ's, spoel het weer even terug. Je hoort mij minimaal 3 keer in de club.
dit is die life. Grap, ik leer het je vlug. Zeker meer in mijn cup, rust weer op geluk. Hey. Oké, we hebben even de positie aangepast. Even de stoelen omgedraaid. Want ja, dat is, dat kan. En dat doen we ook. En dat is even wat handiger. Want dan hebben we een raam en dan lijkt het alsof daar buiten is. Snap je? Oké, switch. Ik dacht dat ze nou zoiets doen of zo. Ja, dit is toch gewoon... Ja, prima. Quinten, ben je er klaar voor, of niet? Ja, als jij nou de telefoon zo hier vasthoudt, wacht even, die filter erop. Dit is, oh, die zit er ook iets met je oog. Ja, ja, for real. Fuck it, we hebben toch maar dicht aan gedaan, want anders kan je die filter niet goed op ons hoofd tracken. Het was moeilijk, het was een strijd, maar het is ons gelukt. Kijk mijn diepe décolleté hier. Ik voel me wel. Oh fuck! Why did we forget? Fuck! Nee! Oké, nu kan het. Nu doen we gewoon in één keer goed. Ik zeg het je. Hij is goed. Ik kijk alleen echt als een stoner uit mijn ogen. Maar hij is wel goed. We did it, man. We did it. Ik wil wel vaker Monica's leven gewoon hebben, denk ik. Het is toch mooi? Gewoon in een auto een liedje zingen en dan ben je ineens Monica Geuze. En dingen. You said it, man. De volgende snap is van onze grote vriend genaamd Giovanni Latoy. Oh, hij begint al. Nee, even rustig aan. Ik heb trouwens deze snaps nog nooit eerder gezien. Dus dat je het even weet, ik heb dit niet uitgekozen. I don't even know. Jongens, echt vet hetero. Oh ja! Oh ja! Met z'n drieën natuurlijk. Dit is zo fucking fantastisch. Deze snap is zo fucking goud. Oh shit. Dit is geweldig. Dit is echt top. Dit is echt geweldig. Oké, de volgende snap is nogal... Beetje seksistisch. Moet ik weer je op je reet slaan? We zijn er met z'n tweeën. We kunnen wel even bij de sportschool in Nazel rammen. Nee. En dan gewoon ook van, kom je even met ons in bed liggen? No fucking way. Ja, kom op. Je hebt letterlijk twee black guys in YouTube Nederland. En die zitten hier gewoon bij in bed met Gio. Ja, de Fano, maar verder is het prima. Jij moet maar even als met in je eentje twee personen gaan zijn of zo. Het leuke hieraan is, we hebben eigenlijk helemaal niks nodig anders dan een fucking pet hier. Ja, en ik hoef alleen maar te humpen. Oké, nou aangezien we maar met z'n tweeën zijn, hebben we een derde persoon erbij gehaald. Kijk, hij is hier. Hallo, Joey. Tijd om onszelf te ontbloten. Nou, Gio mag dromen van zo'n goddelijk lichaam. Moet je kijken. Sjaak mag dromen van zo'n goddelijk lichaam. Fucking Tarzan up in this bitch. Oké. Oké, omdat Kelvin er niet is, ga ik wel even proberen of ik dit al in mijn eentje een practice run. Oké. Oh ja! Oké, nou dat kan ik wel. Oké, nou dit is natuurlijk helemaal perfect. Ik ga nog wel eerst even de tekst uit mijn hoofd leren. Jongens, echt vet intro dit. Jongens, echt vet intro dit. Oh ja! Let's fucking get it, man. Mocht er nu random iemand hier binnenkomen, what the fuck, Gio? Zullen we het iets donkerder maken? Ja. Jongens, echt vet. Ja, je moet echt iets donkerder. Jongens, ja. Yeah. Jongens, echt vet hetero dit. Oh ja. Met z'n drieën en twee personen. Het is te laat. Net even iets eerder die tweede doen. Jongens, echt vet hetero dit. Oh ja. Met z'n drieën en twee persoons. Oké, ik was gewoon weer te laat. Ja, je moet nog sneller. Jongens, echt vet hetero dit. Oh ja. Met z'n drieën en twee personen. Ja, hij is wel goed. Hij is goed toch? Hij is goed gewoon. Let's fucking go, man. Let's get out of here. Go. Deze snap is van een jongen genaamd Job, a.k.a. DutchTuber. Jazeker, een van de wat grotere YouTubers van tegenwoordig. SO naar Job. Nou, lekker bezig en zo. Hij doet ook Snapchat. Dit is een snap. Er zijn tegenwoordig alleen maar misgunners en ik ga niet te veel praten, maar ik zeg jullie één ding. Als karma haar niet pakt, dan komt het goed, jongens. Ik heb genoeg in petto, geloof me. Blijf me vooral testen, blijf vooral shit proberen, is goed. Ik weet meer dan er gedacht wordt dat ik weet. Maar komt goed, ik ga vanavond weg, jongens, en ik ga vette video's maken. Oké, voel hem helemaal. Ik bedoel, dit is een message recht vanuit het hart richting zijn publiek via Snapchat. Nee, I got this, man. Dit kunnen we, weet je. Het is een eer voor mij om deze message ook te mogen verkondigen aan mijn publiek. Dus oké, let's get it, man. Let's go. Job draagt een Nike shirtje, een pet en heeft een greenscreen op de achtergrond. Laat ik nou toevallig in een filmstudio zijn waar wij natuurlijk ook gewoon een greenscreen hebben. Oké, greenscreen staat. Verder ga ik even dit licht uitdoen, want het is donker bij hem. Ik denk dat als ik dan hier ga staan of zo. Ja, dit is wel goed. Dit is nice. Oké, Nike shirtje, check. Het is gewoon een... Maar, boeien. Petje,
Check. Oké, nou ja, klaar. De enige onmogelijke taak die ik nu nog moet gaan doorstaan is het leren van de tekst. En dat is fucking moeilijk. Oké, let's go. Er zijn tegenwoordig alleen maar misgunners en ik zal niet te veel praten, maar ik zeg jullie één ding. Als karma haar niet pakt, dan komt het goed, jongens. Ik heb genoeg in petto, geloof me. Oké, kom in de buurt. Oké, de tekst zit er goed in. Ik moet nu alleen nog even de handbewegingjes en shit. Oké, hij heeft zijn telefoon vast met zijn linkerhand. Eerst gaat hij alleen maar wijzen. Nou, dit is niet zo moeilijk. Ik ga het gewoon doen. Altijd heeft hij zijn telefoon scheef. What the fuck is that about? Er worden alleen nog maar misgunners. En ik ga niet te veel praten, maar ik zeg jullie één ding. Als karma haar niet pakt, dan komt het fuck. Dan komt het goed, jongens. Oké. Er zijn tegenwoordig alleen nog maar misgunners. En ik ga niet te veel praten, maar ik zeg jullie één ding. Als karma haar niet pakt, dan komt het goed, jongens. Ik heb genoeg in petto. Oké, ik moet even iets sneller praten. Dat is het probleem. Oké, let's go. Er zijn tegenwoordig alleen maar misgunners. En ik ga niet te veel praten, maar ik zeg jullie één ding. Als karma haar niet pakt, dan komt het goed, jongens. Ik heb genoeg in petto, geloof me. Oké, we got this, man. I fucking got this. Dit was het. I love you. Dit was weer één goede sessie, yeah! We hebben van de koorts, oftewel de flu, in het Engels. Met temperatuurdingen en zo, dus op een gegeven moment heb ik het gewoon fucking warm en dan fucking shit. Ik douche ook alleen maar koud en zo, man. Goed, welkom op mijn kanaal, jongens. Het is weer tijd voor één fantastisch filmpje. Jazeker, ik ga eventjes Pokémon vangen. Wacht even. Ik weet nog wel dat ik het...